als ik nu mijn mensen zou uit mogen laten komen om net zoals Michael Jackson als hun te worden. Dus. Dit is Fleur. En Fleur houdt van dansen. Via social media bereikt Fleur de hele wereld en wordt zij overal uitgenodigd. En dus is Fleur altijd on the move. Fleur is in een goede mood. Ze heeft haar grote droom in vervulling zien gaan. Ze heeft namelijk auditie gedaan voor een grote internationale girlgroup. You would be an instant, you know, international pop star if you got it. Het is echt een groot ding. Bij die record labels zitten mensen zoals Ariana Grande, Taylor Swift, Drake, Stevie Wonder heeft erbij gezeten. En hoewel de auditie niet helemaal zonder tegenslag verliep, is Fleur uiteindelijk wel gekozen. We are interested in inviting Fleur to the in-person audition in New York. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik door zou komen. Want miljoenen mensen sturen audities daarnaar op. En ik ben uitgekozen als een van de enigen dan om naar New York te komen. Om dan auditie in het echt te gaan doen. En ik was er echt super blij mee. Ik kon het niet geloven. Fleur was natuurlijk al over de hele wereld bekend door haar battles en dansfilmpjes. Maar zij ziet deze auditie als dé kans om door te breken. Nou, natuurlijk is het super cool als je heel veel mensen kan bereiken met je dansmoves en dat iedereen het ziet. Maar het is wel een trapje hoger. Baby, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind en ik het zelf ook echt graag wil. Omdat als je bijvoorbeeld al naar video's kijkt van mij van vroeger, was ik een podiumbeest. Je gaat er ook niet komen als je het niet echt wil en als het niet echt van jezelf komt. Ik doe gewoon wat ik graag doe. Performen. En ik zou dat gewoon graag met mijn beroep willen doen. Nu Fleur dus verwacht wordt in New York voor een live auditie, moet er nog een hoop geregeld worden. Ik heb gekeken voor een werkvisum. Ik heb zelfs een attorney gezocht, zo'n immigration attorney, die me dan zou helpen om zo'n werkvisum te krijgen. Heb ik helemaal al mijn formulieren voor ingevuld. Fleur? Fleur is zeker van haar zaak. Dit is echt wat ze wil. Maar de familie van Fleur is bezorgd. In een girlband zitten vraagt heel veel van je. Veel meer dan Fleur zich nu kan voorstellen. Ik moest van mijn ouders een beetje de series kijken, hun documentaire. Waar ze eigenlijk aan het huilen zijn en aan het praten zijn over hoe erg ze hun ouders wel niet misten. Toen ze zo lange tijd in Korea waren en aan het trainen waren. Dat ze heel erg, ja, heel veel heimwee hadden en zich heel alleen voelden. En dat ze liever thuis waren gebleven. Na te zijn toegelaten, stopten ze met school en kregen ze van het bedrijf een jarenlange interne opleiding in zang en dans. Voor de meiden betekende het steeds 13 dagen achter elkaar trainen. 14 uur per dag en dan maar één dag vrij. En op naar de volgende 13 dagen. Dus ja, het is best wel zielig als je dat soort dingen ziet. Ik vind het leuk om hard te trainen en veel te doen en zo naar te werken, maar het klinkt wel een beetje overdreven om dan in de week alleen één dag vrij te hebben en iedere dag 14 uur keihard te trainen en kritiek naar je hebben gegooid en allerlei dingen. En dan ook nog een keer je familie missen als je alleen woont in Korea. En ja, maar ik zou het alsnog heel graag willen doen. Maar als ik dit lees, snap ik wel dat mijn ouders het liever niet hebben dat ik het doe. Daarbij heeft Fleur ook een contract ontvangen dat ze zou moeten ondertekenen als ze besluit door te gaan. Voor Fleur is het allemaal wat onduidelijk, dus belt ze met een advocaat voor advies. Ja, wat er in het contract staat is dat ik mijn grote sponsor dan af zou moeten zeggen. En ik zou geen enkele andere contracten meer mogen ondertekenen. Ja, dan ga je ermee akkoord om alles te doen wat zij zeggen en alles wat zij willen. Alles wat zij willen dat je aandoet, dat moet je ook aandoen. En als je het niet wilt, dan ja, pech, want je hebt het contract ondertekend. Mijn ouders noemen het een wurgcontract, omdat je er echt niet onderuit komt. Zou ik het contract ondertekenen? Dan zou ik jou wel heel erg missen.
Ik ga over deze beslissing wel goed nadenken. Ja, ik heb dus besloten om het niet te gaan doen. Het voelt ja, een beetje gewoon alsof je een beetje door de grond zakt. Ik heb er echt zo erg naar uitgekeken en zo erg mijn best voor gedaan. En dan raak je door zo'n grote selectie en dan kun je gewoon niet meer verder doen. Ja, heel erg vervelend. Dus ja. Fleur moet nu ook het nieuws delen met haar manager. It was a really big and challenging decision to give up being in an international pop group, you know, a girl group that would have given you instant fame. Yeah, I was sad about it first, but it's okay now. Gotta move forward. Maar Fleur heeft haar droom om te dansen en zingen nog niet opgegeven. En Karen heeft een plan voor the next move. Won't you dance with me? With someone that is going to help you to become the artist that you're supposed to be, not what someone else wants you to be, right? Yeah, that would be amazing, but where can you find somebody like that? It's going to be kind of difficult. It would be, except I know one. And guess what? What? He's here. Oh my God! For real? For real, real? No. For really yes, real? Yes. Hey, nice to meet you. Whoa. I'm here to meet you, not in person, but like virtual person. Michael is een groot muziekproducer in New York die speciaal voor Fleur een track gaat schrijven, die zij dan mag komen opnemen in zijn studio. We need some like heavy hitting, like cool tracks that you really enjoy, but things that like have very specific beats where you can like move to. Dance like nobody. Mijn eigen nummer gaan opnemen. Hoe cool, het dringt niet eens tot me door. Wow. Ja, een eigen nummer opnemen is natuurlijk totaal iets anders dan de underground battles waar Fleur zich de laatste jaren mee bezig heeft gehouden. Maar gelukkig heeft Fleur ook genoeg ervaring met de commerciële wereld. Zo danste ze mee voor het Junior Songfestival. Ik werd benaderd door een Franse choreograaf. En we hebben de openingsshow gedanst en al die stukken daartussen. En het was wel een vette ervaring om te zien hoe dat allemaal gaat. En ervaring opdoen is altijd goed. Over een paar dagen vertrekt Fleur al naar New York om haar eerste eigen single op te gaan nemen. En voor die tijd wil Fleur graag wat ervaring opdoen in een opnamestudio. En ze heeft al een ideetje wie ze daarvoor zou willen vragen. Hier is Sigourney. Het was wel heel vet met al het publiek. Het is ook super cool, want ze heeft liedjes met Antoon en liedjes met Chris Cross. Ik voel dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ga haar appen, want misschien kunnen we een keer afspreken in de studio en dan kan ze me wat tips geven. Nou, dat is dan afgesproken. Op naar Amsterdam. Wow. Hallo, hallo. Sigourney, hoe gaat het? Hier is het. Heel cool. En hier neem je al je liedjes op. Heel veel wel. Dit is de vocal booth. Soms ga ik gewoon achter de microfoon staan en dan ga ik gewoon ideetjes zingen. Na 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 na. Eens was je nu nog bij mij en ik geloof dat jij het best deed om al beter te zijn. Zoals bijvoorbeeld Vreemden voor mij tot stand gekomen. Ik zong gewoon ineens die melodie van Blue. Zo groeit zeg maar een song. Moet het meteen zuiver of doen ze met autotune en op de computer nog veel dingen aan je stem? Ja, ik denk dat iedereen nowadays gebruikt sowieso autotune, maar de een gebruikt het wat meer dan de ander. Je zingt natuurlijk niet live in een studio, snap je? Je kan het 10 keer overdoen als het niet lukt. Alleen autotune helpt je gewoon soms om even net iets meer op de toon te komen. Het is helemaal niet erg om dat te gebruiken ook. Mensen vinden dat altijd een schande. Ja, te veel autotune. Als je het gewoon een beetje gebruikt om je een beetje te ondersteunen, is dat helemaal niet erg. Iedereen doet dat.
hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. Is it just a rumor? Sigourney is net als Fleur ooit begonnen als danser en pas later erbij gaan zingen. Dus als iemand weet hoe je dat nou moet combineren, is Sigourney het. Als je concerten geeft, dan dans je en zing je ook tegelijkertijd. Ja. Bij al mijn shows wordt er echt vol gedanst. Ik heb ook altijd twee danseressen bij me die ook echt heel goed zijn. En is dat jouw droom ook? Ja, ja zeker. Dansen en zingen tegelijkertijd lijkt me heel cool, maar wel lastig ja. Met zeker met tegelijkertijd lastig. Te doen. Ja, dus dan train ik echt op de loopband terwijl ik aan het zingen ben. Touwtjes springen. Oh, dat is wel heel cool. Heb je een beetje conditie? Je bent natuurlijk danseres, maar ja. Denk je dat je goede conditie hebt? Wil je het proberen? Ja, is goed. Ik zit even te denken, want ik zie daar wat kabels liggen. Misschien kunnen we hiermee touwtjes springen. Mogen ze niet weten in de studio natuurlijk, maar we kunnen het even proberen natuurlijk. Kijk, wacht. Zullen we daar dan hebben we iets meer ruimte? Hier. Dankjewel. Oké, let's go. Ja. Yeah. Missions. Goed zo. Doorgaan, niet stoppen. Wat jij gewend bent, maar mijn hart ga jij niet breken. Woo! Ga door, ga door, ga door, ga door. Touwtjes springen was wel leuk, maar het was echt heel erg lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ik ben echt trots op jou. Ik had het niet verwacht. Kan je geen choreo op deze doen? Komen dansen. Is goed. Bij een show. Wat? Op de ja? show? Wil je een keertje een solo doen bij een show? Ja. Oké. Okay. Beloofd? Ja, beloofd. Wat? Echt waar? Ja, vind ik leuk. Ik wil haar wel zien shinen in de Sigourney K show. Zo beloofd, zo gedaan. Diezelfde avond nog mag Fleur haar entree maken tijdens een groot benefietconcert waar vele grote sterren zullen zijn. En tijdens het optreden van Sigourney komt Fleur als verrassing. En als om het sms begint, dan ga ik weer weg. Als het weer begint naar die Ferrari. Nee, die mag gewoon tot het eind blijven. Oké, okay, is goed. Ja? Yes. Maar als je het hoort, dan snap je het gewoon. Ja, is het beter. Maar dat okay. Komt zo meteen. Yes. Daar maak ik me geen zorgen mee. Fleur is gewend om te improviseren. En ze heeft natuurlijk ook vaker voor een groot publiek opgetreden. Toch is het vanavond extra spannend. Ik vind het wel een beetje vervelend dat ik nog niet weet op welke muziek en op welk stukje ik moet dansen. En ik de stage nog niet heb gezien. Maar dat maakt niet uit. En als je zenuwachtig bent, tja. Dan ga je je dus zorgen maken om van alles. Mijn haar is niet lelijk. Mijn haar is mooi. Nee, het is lelijk. Je haar is mooi. Wat is met haar? Nou, ik had het niet zo verwacht, want het was een beetje last minute. Dus ik heb mijn haar niet gedaan. Het beste is haar. Ja, maar mijn muts lijkt niet opzet als ik dans. Ja, ik vind het wel leuk met muts, zeg je eerder. Ja, ik ook, maar ze danst zo hard. Ja. Heb je anders een band dat ik eromheen kan doen of zo? Of ik doe niet vast aan een van die staart hierachter. Ik heb wel een elastiekje. Hulp wordt uit alle hoeken aangeboden, maar mama zou mama niet zijn als ze niet met de oplossing komt. Als ik dit doe, dit is vet. Dit is oké. Ja, dit ziet er cool uit. Probleem 1 opgelost. Nu de muziek nog. Doe gewoon je ding. Yes, is goed. Dat is goed. Helemaal leuk. Kom je mee? Yes. We kunnen, dames en heren, dansen een beetje mee met... Sigourney K! Juist. Dan is het bijna zover. Oh,
Fleur zal zo voor duizenden mensen moeten gaan freestylen. Dit is Fleur. Laat jullie allemaal horen voor Fleur. Terug naar huis rijden en morgen naar school. Ik vond het super cool dat ik met haar mee mocht dansen. En het was ook opeens al op de sudden. Ja, Fleur, je mag meedansen in de show. En ik vond het ook heel cool om backstage te staan en andere artiesten te zien. Dus het was weer een hele speciale ervaring. En nu, slaap lekker alvast. Fleur. Vandaag is een drukke dag voor Fleur. Want voordat ze vannacht naar New York vertrekt, moet er nog heel veel gebeuren. Hey Francis. Hi Fleur, how are you? Good and you? En dus begint de dag heel vroeg met een online lesje Engelse uitspraak. Camera. Camera. Okay, camera. Camera. Dingen die ik lastig vind, als ik moet zeggen, is het eigenlijk soms een beetje de TH. Want ik mis ook vier tanden en dan krijg ik daar zo'n slisgeluid uit. Help. This evening's event is very important. En dan is er geen tijd te verliezen. Want vandaag moet Fleur ook gewoon naar school. En dan door naar de kapper. Want speciaal voor New York wil Fleur er wel op haar best uitzien. Ik moet wel iets speciaals hebben. Het is wel New York, weet je. Ja, klopt. Dat is heel belangrijk voor me. Vind je het van Lotte? Super, 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 super mooi. Heel cool. Dat zit goed. En dan nu gouden koffers inpakken. Vast alles een beetje plat maken, zodat alles erin gaat passen. Ik ga mijn eigen liedje opnemen, dus daarom moet ik wel een beetje artiestenkleding meenemen. Deze. Oeh, love deze. Fleur. Ik hoor mijn moeder roepen. Fleur, je bent de zangles vergeten. Hi Diana. Oh mijn god, echt. Ik ben het helemaal vergeten hoe ik mijn koffer aan het inpakken ben. En opeens komt mijn moeder rennen. Fleur, je had al zangles. Oké. Ik vergeet het echt nooit, maar vandaag was ik een beetje bang. Ah joh, dat kan gebeuren. Maar de rest heeft Fleur gelukkig helemaal onder controle. Oh, oeps. Ik ben vergeten om sokken en zo in te pakken. Heb je misschien ondergoed? Misschien nee. Een tandenborst? Nee, ik moet ook nog mijn badspullen inpakken. En hier heb je ook nog kleren in. Ja, dat is mijn backup koffertje. Is er nog überhaupt plek voor? Want... Ja, maar je moet het nu niet pakken, maar gewoon even bedenken. Neem je maar één paar schoenen in. Misschien moeten we eerst kijken of het dicht kan, zo, met die sokken. Oh my god, Fleurie. Ja, doe maar dicht. Hey, ga er eens weer vanaf. Oh. Echt een goed, ja. En hij is ook nog niet eens zo zwaar. Nee, oké dan. Nou, ready? Ja. Nou, let's go dan. En na een kort nachtje gaat Fleur eindelijk on the move. Op naar New York! Ik weet niet heel erg goed wat ik moet verwachten. Want ik weet niet hoe dat eraan toe gaat daar. Maar ik vind het wel heel erg cool dat ik het in New York mag doen. Ja, ik vind het sowieso een hele vette kans. En dat ik dit mag doen is echt heel erg speciaal. Dat is gewoon echt een cadeautje. New York, heel go! Volgende week maakt Fleur haar entree in de Big Apple. Het lijkt me echt cool als je op zo'n billboard staat. En eindelijk is het zover. Fleur mag in de studio haar eigen liedje opnemen. One, two, three. Maar als het erop aankomt...
Ik voel een soort van kraak in mijn stem opeens. Oh jee, is dat de stress? Het lukt me niet meer.